Hey, Adrian. Hoor dis. Is een David Bowie. Even luisteren, mannen. De David Bowie is zo verleden. Jozef is wel wat verdrietig. Ze is ook schaal. Zo van rond de nek. Pots. Is koud, jongen. Koud. Koud. Oh, even luisteren naar je. We could be heroes. We can be heroes. Muziek heeft ze gezegd. Zo. Jozef, kent David de Bowie ook, hè? Ja, is zo'n muziek, jongen. De muziek van Let's Dance. Station to Station. Jozef het allemaal. Ja, is wel een speciale muzikant, hè. Is gestorven. Ontwerp de vervelende kanker, hè. Maar ja... Jozef wil niet klagen, hè, maar ik heb wel een beetje meegemaakt in de Nederlandse les. Hè. Ik moest zo woordjes invullen. Of antwoorden. Ik heb misschien verkeerd gedaan, maar ik weet niet. Die juffrouw was precies een beetje boos op Jozef. Maar je hebt Jozef zijn best gedaan. Die Jozef moest lezen waar staat de paard. Ja, Jozef heeft opgeschreven in de gang. Hè? Paard staat in de gang. En dan staat er waar is de koe. Jozef heeft... Allee, ik heb geschreven zo, midden van de weg. Ik heb gezien op documentaires op tv, hè, bij mijn kameraad. Hè, is de koe... Allee, alle koeien liggen in het midden van de weg. Hè. Midden van de weg liggen die. Hè. Dat is in Indië, hè. Ja. En dan vroegen ze... Wat doen de mazen? Ik zeg, oh, de mazen heb ik geschreven, de mazen dansen. Dus het was niet juist dat schint misschien de muizen knabbelen aan de kaas. Maar ja, dat is toch... Ik heb eens gehoord, hè. Als de kat van huis is, dan dansen de muizen of zoiets. Ja, Jozef weet dat allemaal niet zo goed. En in Nederlands, mannetjes, is misschien een schone taal. Ook zo van die dichter en al, van gezellige gida. Maar ik verstand toch nog niet altijd alles, hè. Ja, en... Ik volg dan ook een beetje de Frans, ik volg dan ook een beetje de Engelse les. Ja, nou heb ik ook weer gehoord dat heel veel terroristen zitten in de Belgen. Jozef toch, het is eerder de veilige land, ik kan een beetje schommelen, ik kan een beetje... Ja, je weet wel waar, zo wat centjes verdienen en ja, maar... Ik voel me niet meer gerust, hè? Maar ik kan nog eens dat eentje erop zetten van de David Bowie, hè. Is toch erg, hè? Die man is gestorven. Hè? En dat is gewoon een vrouw, joh. Misschien kan Jozef wel eens bellen als een vrouw. Maar ja, kwijt is. Hè? Het is misschien een beetje, ze zeggen, ja, toch hoog gegrijpen. Verstond ik ook niet, hè? Ik kan toch ladder pakken en erop gaan staan, dan kan ik alles pakken. Toch hoog gegrijpen is toch nooit. Toch hoog gegrijpen is in de hemel, joh. Er is nou dan David Bowie, hè? We gaan nog even heel rustig luisteren als ze leken, hè? Eerst, hè? Mannetjes, salut allemaal, hè. En een prettig weekend.